Nou, vandaag in de uitzending Pascal. En die gaat ons wat vertellen over veel voorkomende klachten bij crossfitters. En dat zijn? Bij de crossfitter komt voornamelijk de schouder voor. Ja. En dat komt voornamelijk omdat we veel pull-ups doen in verschillende soorten. Dus strikt, kipping, maar ook de muscle-up. Ja? Ja. En daar komen dan typisch echt klachten voor die bij alle crossfitters voorkomen? Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar ja. Er zijn veel overbelasting in het schoudergewricht. Wat wel regelmatig voorkomt. Ik denk dat jij dat ook veel voor krijgt. Is dat meer bij trekbeweging of duwbeweging? Nee, is voornamelijk de trekbeweging. Trekbeweging? Ja. Okay. Ja, dus de push-up dat lukt prima. Ja. Maar wanneer je dus jezelf omhoog met je eigen lichaamsgewicht omhoog wil trekken, dan wordt het wel wat lastiger. Oké. Okay. En daar doe ik liever bijvoorbeeld een ring row dan een pull-up. Dus dan hebben we het echt over de spieren van de onderschouderblad, de petecuff. Ja. Ga ik even een testje doen. Als jij je arm naar buiten wil doen, dat dan heb je kracht. Mag je tegen mijn arm kracht zetten? Voel je hem dan opkomen? Ja. Dan voelt hij precies het stukje mijn klacht zit. Dat is een spier aan de achterkant. En dan mag je hem naar binnen toe doen. Hier voel ik hem minder. Minder? Ja. Okay. Dan gaan we toch even kijken naar de spieren op de achterkant. Wat denk jij? Aangezien het natuurlijk gaat om een trekbeweging. En dat ze aangeeft dat ze alleen bij trekbeweging last heeft. En niet bij drukbewegingen. Zou het kunnen dat het inderdaad rotator spier is. Dan denk je aan de subscapularis? Subscapularis, inderdaad. En misschien ook de andere spieren in de achterkant van de schouder. Ik ga toch even kijken naar de spieren die de schouder achterbrengen, de infraspinatus. Mm-hmm. Dus gaan we allebei even checken, ja? Ja. Mag je eerst op je buik komen liggen? Arm achter me? Ja. Voor? En denk je van de teres minor? Teres minor zit natuurlijk wat dieper. Ja. Nou hoeft het niet dat ze direct natuurlijk bij trekbewegingen daar last van heeft. Nou, zoals je hoort, zou dat misschien wel kunnen. Herkenbaar? Ja. Oké, die pak ik wel gelijk mee met een massage. Daar ja. Ik wil bijna zeggen dat je aardig was een Richard. Toch niet. Val tegen. Nou mooi zo, dat moet ook niet. Nee, ik heb een goed wegwijs gemaakt. Daar heeft hij zelf heel veel bij geleerd. En beheert hij prima die hands-on-techniek die ik altijd toepas. Perfect. Is het daar gevoelig? Mm-hmm. Ja. Maar het doet ook goed, hè? Echt wel? Ja. Ja, ga bij hem je afspraken inboeken. Als je zo door gaat wonen. Ik hoor inderdaad minder geschreeuw dan Marisa. We hebben net de diagnose geconstateerd dat eigenlijk beide kanten van de rotator een beetje meededen. Mm-hmm. Zowel infraspinatus als een stukje terrabinoid. En ook subscapularis en naar binnen toe. Uitgangshouding voor de subscapularis om het beste te palperen is hand op het hoofd. En dan komt hij hier onder het schouderblad, kun je hem het beste voelen. Dus hands-on technieken weer, een stukje massage. En dan zal ik de dry kneeling daarna doen, ja? Maar iets dieper palperen, dus wat dieper naar binnen. Ja. Oh,
Dat schouderblad onderzoeken en dan net boven. Oh, dat is het moment van leuke gezichten, denk ik. Ik wou net zeggen, daar zit ik ook op te wachten. Wil je hem hier zo? Ja. Ik denk als je het nog dieper zo in... Ja, daar. Die. Kijk, als mijn atleten zou kijken, word ik altijd heel gelukkig. Ja, voor welk stukje dan? Als we de leds los gaan rollen. Oh, de leds, ja. Ja. Wel goed, hè, dat jullie dat neo-fysiaal techniek toepassen. Is dit herkenbare pijn? Mm-hmm. Ja. Mooi zo. Dat is dus, als je het hebt over de klacht. Subscapularis. Je ziet duidelijk de uitwerking van het rondtechniekje. Net eventjes de hands-on behandeling techniek gehad voor de rotator cuff. Subscapularis, die wil toch even gaan nietelen. Yes. Mag je weer de uitgangshouding? Dus als je dit doet, dan kun je echt onder het schouderblad door. Zo. Ligt het schouderblad onder en dan kun je de subscapularis prima palperen, waardoor je het ook beter kunt nietelen. Dus de dry kneeling voor de subscapularis. Inhaken aan de bovenkant. En spannend, hè? Ik vind het echt prettig. Ja, echt niks. Nou, hij deed goed mee. Hij deed, hij was aardig aanwezig. Kijk, dat komt hij lekker. Het was weer tijd, hè? Nou, dat was zeker. Ja. Hij is ook goed gemasseerd, hè? Ja, was. Yes, we hebben, nou, zoals je gevoeld hebt, hands-on technieken toegepast. Een stukje dweilieling, hoe heb je dat ervaren? Ja, ik vind dat heel prettig. Het voelde wel met dat met je hands-on technieken heel stevig, maar juist heel erg fijn, omdat ik precies op de plek kwam waar ik het voel, waar ik het dus nodig heb. Ja. En met het draaideelen, dat geeft weer zo'n verlichting uiteindelijk. Dus dat, voor mij vind ik dit heel prettig en het werkt heel goed. Dus echt die combinatie, dus dat leidt echt tot het gewenste effect. Ja. Perfect, dan weet je dat. Ja, kan ik er fijn bij trainen. Yes, ja, nee, maar dat hebben we ook nodig van feedback van, van de patiënt, van wat werkt voor jou het beste. Ja, en wat werkt zegt dat ook tegen je. Heb ik nodig, perfect, zeg het maar. Gaan we nou oefeningen doen? Yes. Yes. Yes.